Sinds de lockdown van deze week moesten veel zaken dicht. Sommige zijn helemaal dicht, sommige zijn gedeeltelijk open. Sommige ondernemers zochten de randjes op van wat nog wel mogelijk was. HEMA was begin deze week open, Action ook. Inmiddels zijn ze weer dicht. Wij maken dus een rondje in de gemeente Oldambt om eens te kijken wat er nog wel mogelijk is. Sinds begin deze week alles dicht. Hoe is dat bij jullie? Nou, afgelopen maandag toen moest ik dus nog bloemen inkopen op de veiling in Eelde. En toen hing er al wel wat in de lucht. En ik heb toen toch een beetje gekocht, wel voorzichtig aan. Ja, toen reed ik naar huis en toen zag ik het al bij Winschoten. Het was enorm druk, want iedereen moest op het laatste moment nog iets kopen. Nou, we hebben onze bloemen neergezet en wij dachten van ja, nou ja, nu in lockdown. Maar ja, heel bijzonder, wij mogen toch door. En, maar met wel bepaalde regels. Dus op de dinsdag en de woensdag mochten wij nog wel binnen verkopen met de kassa. Maar na de HEMA en de Wibra discussie moeten wij dus op donderdag moeten wij dus buiten verkopen. Dus wij mogen wel uitstallen en we mogen wel verkopen. Maar het moet allemaal buiten afgerekend worden. Mensen mogen dus gewoon buiten iets uitzoeken. En ze kunnen ook op bestelling kunnen ze iets laten maken. Maar het moet buiten verkocht worden. En online hebben wij, dat gaat hartstikke goed. 10 jaar geleden zijn wij daar dus mee begonnen om toch meer online aan te bieden. Ja, en daar plukken wij dus nu de vruchten van. Want wij hebben alles goed op volgorde met de auto en de hele internetsysteem. Dus dat draait gelukkig heel erg goed. De winkel aan de voorkant, verkoop nieuwe fietsen in de winkel, mag niet meer. Maar gelukkig mogen wij ons servicepunt wel open houden. De werkplaats is gewoon open. En de verkoop, dat gaat gewoon of online, of telefonisch, of per mail. En dat kan gewoon thuis bezorgd worden. Dus dat is voor ons gelukkig nog een lichtpuntje, dat we gewoon wel onze handel door kunnen zetten, zeg maar. En de reparatie en service kan gewoon ook allemaal doorgaan. Een heel raar gevoel. Maandagmiddag was het een compleet gekkenspul. En de rest van de week ook. Heel hard gelach. Wij mogen open blijven. En de rest van mijn vrienden en collega's in heel Nederland moeten op slot. En daar heb ik toch eigenlijk wel een heel raar gevoel bij. Als ik nou zie bij ons in de straat, er zijn maar 6 winkels open. En wij mogen wel open zijn en de rest niet. Doet mij heel veel verdriet. Nou, bij ons is het helaas niet anders dan bij vele collega's. Op slot, winkel dicht. Bizarre situatie. Eerste schrik. En dan heel snel gaan denken van oké, hoe gaan we dit nou aanpakken? Wat zijn de mogelijkheden? En we zijn nu ook druk bezig om op wens van de klanten gewoon mooie spullen thuis te bezorgen. We hebben een Facebook-campagne. En we gaan op social media, qua Facebook, qua Instagram, WhatsApp, e-mailers, klanten bellen. En op die manier probeer je ook gewoon het contact met je klanten te houden. En aan de behoefte voorzien dat zij misschien nog leuke kerstcadeautjes wilden. Van Tommy Hilfiger sokken of een mooie sjaal of toch een leuk blouseje voor aan tafel. En wat zal toch niet zo zijn dat men straks iedereen thuis gaat eten. Heel uitgebreid, terecht, bombastische tafels. En dan met het joggingpark, dat gaat niet gebeuren. Dan moeten we toch even een beetje mooi gekleed tevoorschijn komen. Ja, en dan, ja, het is een nachtmerrie. Het is echt een nachtmerrie. Andere woorden heb ik er niet voor. Maar bij de pakken neer gaan zitten en een hoekje huilen, dat zit niet in mij. En dat doen we ook niet. Nou, eerst na het bericht was de schok natuurlijk groot, ondanks dat je het wel enigszins zag aankomen. Maar wij zijn niet stil gaan zitten. Wij hebben direct de krachten gebundeld en gedacht, hoe gaan we dit oppakken? Wij hebben een mobiel nummer aangeschaft. Dus mensen kunnen ons nu tijdelijk op een mobiel nummer bellen of een appje sturen. En daarop kunnen wij de klant dan toch adviseren of middels foto's te maken in de winkel die terugsturen naar de klant. En zo kunnen zij een bestelling doen. Hebben ze zelf iets gezien, kunnen ze ons ook vragen of wij dat op voorraad hebben natuurlijk. En dan gaan we dat voor de klant regelen. En dan bezorgen wij dat gratis in Oldambt. Nou, wij hebben natuurlijk ook maandagavond Rutte gehoord met het besluit voor de harde lockdown. En toen zijn we bij elkaar gezeten van wat mag wel, wat mag niet. Nou, de werkplaats die mag dus wel. Dus mensen kunnen hier gewoon komen voor onderhoud, technische problemen. Afspraak maken kan gewoon. Via de telefoon, online, gewoon met een afspraak kunt u hier gewoon terecht. Wachten is ook mogelijk. We hebben daar een wachtruimte voor die corona-proof is, dus dat is geen probleem. En qua verkoop,
ligt het ietsjes anders. We kunnen geen klanten fysiek in de showroom ontvangen. Wel telefonisch staan we voor de klanten klaar en ook via mail. Mensen kunnen gewoon op onze website kijken naar welke auto's we hebben. Kunnen daarop reageren en wij reageren daar zo snel mogelijk op terug. Een proefrit is wel mogelijk, niet hier op de locatie, maar wel bij de klant thuis. En dat geldt ook voor de aflevering van de auto. Op afspraak kan het gewoon bij de klant thuis. En voor de zakelijke markt, dus ook wel business to business genoemd, die kunnen op afspraak wel bij ons terecht in de showroom. Ja, wij mogen gewoon open blijven, gelukkig. We hebben wel natuurlijk hele maatregelen moeten nemen. Zo hebben we ook bedacht dat mensen die een bestelling doen bij ons deze week voor de kerst, de bestelling alleen hier kunnen afhalen. Hè? Zodat in de winkel je gewoon de boodschappen nog kunt doen. En de mensen die iets bestelt kunnen het hier afhalen. Komen aanrijden, worden geholpen. Bestelling kun je ontvangst nemen, afrekenen met pen. En de mensen kunnen weer door. Ja, nou heel vervelend natuurlijk allemaal. Het kwam van een op het andere moment. Hè? Van de drukte kwamen we er één keer in de rust. En ja, het is gewoon, ja, gewoon heel moeilijk op deze manier. De klanten zijn moeilijk te bereiken voor ons. Hè? Ze kunnen wel afhalen en nou, ze kunnen bestellen online. Maar om de klanten te bereiken is heel lastig. Dat is een heel moeilijke. Nou, we hebben wel een afvalpunt van PostNL. Hè, dus we moeten wel open blijven om die reden. En ja, verder kunnen ze online bestellen en afhalen. Dat is eigenlijk een kort verhaal. En we hopen dat we de mensen kunnen bereiken op die manier. Maar dat moet nog even groeien. Moet even dalen, even zakken, denk ik. Hè. Ja. Nou ja, zoals je kunt zien, het is over en uit. Het is dicht. We hebben geen mensen meer in de winkel. Dus ja, maar goed, we moeten roeien met de riemen die we hebben. En het enige voordeel wat het is, we zijn aan het schonen. We hebben de kerstspullen alweer weg. En we gaan aan de balansen. Dus van een deugd moet je toch wat maken. Er is wel een mogelijkheid dat je natuurlijk via onze site dingen kunt bestellen. Voor eventueel noodgevallen zijn we altijd telefonisch bereikbaar. En we bezorgen natuurlijk altijd thuis. Ja, voor ons met een leeg restaurant hebben wij de omschakeling gemaakt naar het afhalen. Een pancake pick-up hebben we gecreëerd, zo contactloos mogelijk afhalen. Mensen kunnen telefonisch bestellen of online. Ze krijgen een tikkie toegestuurd thuis. Weten ze niet hoe dat werkt, kunnen ze altijd nog wel komen pinnen natuurlijk, wel met gepaste maatregelen. Men rijdt hierheen, de volgende instructies op de borden en wij zetten de bestelling in de auto. En wens iedereen natuurlijk wel smakelijk eten. Dat hoort er wel bij.